In Iran willen vrouwen de vrijheid hebben om zelf te kiezen een hoofddoek te dragen en gaan mensen massaal de straat op om te demonstreren. Volgens Iran-deskundige Farshid Seyed Mehdi heeft de bevolking genoeg van het islamitische regime. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. We beginnen bij de Nord Stream pijplijn, want 4 dagen na de explosies rond deze pijplijn is er vandaag een 4e lek ontdekt. Ik praat daar verder over met Michiel Heijmans, commandeur buitendienst van de Koninklijke Marine. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe komt dat eigenlijk dat nu het 4e lek pas ontdekt wordt? Dat is lastig te zeggen. Ik vermoed dat het te maken heeft met het feit dat de lekken redelijk dicht bij elkaar liggen. Als het gas daar met enorme kracht uitlekt, is het gevaarlijk om daar vlakbij te komen, om er overheen te vliegen of daar langs te varen. Daarnaast is de pijpleiding rond de 1200 kilometer lang door de Oostzee. Dus het kost gewoon tijd en energie om precies te determineren waar precies de lekken zijn en wanneer dat vierde lek ontstaan is. Ja, de media pakt het massaal op. Welke impact heeft eigenlijk deze aanslag? Het heeft een enorme impact. Eens te meer realiseert men zich nu eigenlijk pas hoe ontzettend kwetsbaar de pijpleidingen onder zee zijn. En hoe ontzettend kwetsbaar we en afhankelijk we zijn van deze pijpleidingen. Zowel onder zee, maar ook de pijpleidingen op het land zijn bijzonder kwetsbaar. Ja. Er was enige hoop op herstel van de gasmarkt. Die hoop is nu redelijk snel de bodem ingeslagen. Ja, dus een grote impact. Maar ik denk dat veel mensen zich ook afvragen, hoe kun je een aanslag plegen zo diep in het zeewater? Want we praten over 80 meter diep. Ja, dat is relatief ondiep. De Oostzee is niet heel erg diep. En het is vrij gemakkelijk om met behulp van onderzeeboot of met op afstand bedienbare onbemande vaartuigen een explosief bij zo'n pijpleiding neer te leggen. Vanuit de onderzeeboot zouden bijvoorbeeld ook diepzeeduikers een dergelijke operatie hebben kunnen doen. Ja, er liggen niet alleen gaspijpleidingen, er ligt ook internetverkeer en dat soort dingen. Ja, hoe kwetsbaar is dat en wat zijn de gevolgen als dat gebeurt? Die zijn ontzettend kwetsbaar. Recent is bij Noorwegen ook al een onderzeese kabel kapot gegaan. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Er liggen heel veel communicatieleidingen en lijnen door de Noordzee bijvoorbeeld. En denkt u eens aan de windmolenparken in de Noordzee met de kwetsbare elektriciteitskabels die ook ergens aan land moeten komen. Ja. Heel kwetsbaar. Ja. En denkt u dat dat relevant wordt, dat ook dat wordt aangevallen? Ik hoop het niet, maar niets is onmogelijk. We worden iedere keer weer verrast door dergelijke acties. En het zou zomaar kunnen dat ook deze kabels op een gegeven moment aangepakt zouden kunnen worden. Misschien niet nu in de recente toekomst, maar misschien wel in de verdere toekomst. Nee. En als we naar die toekomst kijken, ja, wat zullen de ontwikkelingen zijn? Wat zullen de gevolgen zijn? De ontwikkelingen zijn in ieder geval dat er een schokgolf door de wereld, maar zeker door Europa is gegaan. Ook vooral door de Baltische staten en de Nordic countries. Zweden, Denemarken, Finland. De hele Oostzee is natuurlijk in rep en roer. Ik hoop dat het in ieder geval zal leiden tot een nog betere samenwerking tussen Europese kustwachten, tussen marines en tussen de grote energieleveranciers. Om gezamenlijk ervoor te zorgen dat de kans dat iets dergelijks gebeurt kleiner wordt en dat we ook minder afhankelijk zullen zijn van dit soort energietoeleveringen. Ja, spannend. We houden het in de gaten. Dank voor uw toelichting, Michiel Heijmans. Graag gedaan. Al ruim een week zijn er in Iran grote protesten tegen de overheid. Deze reageert met harde hand om de protesten de kop in te drukken. In de studio Iran-deskundige Farshid Seyed Mehdi. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is toch best wel even schrikken, denk ik, als u dat ziet. Zeker, maar deze keer is totaal anders dan andere protesten in Iran. Deze keer zijn mensen, zoals u ook vermeldt, zijn zat van islam, zat van het islamitische regime dat regeert. En door de meisje die 22 jaar die dood gemaakt eigenlijk, door alleen om zijn hoofddoek niet goed gedraagd.
Dit is constant geworden in Iran. Dit maken de mensen van Iran woedend. Ja. Ja, u vat het nu heel kort samen, hè, maar is dat waar de onvrede vandaan komt? Dat ze het jarenlange regime gewoon nu helemaal, dat ze er helemaal klaar mee zijn? Eigenlijk, het had een vinkje nodig om te ontploffen. Ja. Dat was een gasballon eigenlijk. Die is bij mensen echt gegroeid. Dit islamitische regime van alle kanten mensen onder controle gehouden. Zij hadden geen mensenrechten in het land. Jij mag niet alleen met je hond naar buiten gaan. Jij mag niet jouw vrouw of dochter laten gewoon op de straat gaan. Opeens zie je hun niet meer. Of worden ze opgepakt, moet je bij een van de regime soldaten of de politie ophalen. Ja, dus voor u is het eigenlijk ook niet... u had dit wel verwacht eigenlijk. Ja, alle Iraniërs die hadden het verwacht dat hij zoiets is geboord. Want zij zaten zat. Zij hadden heel veel problemen met het land. Zij hebben hele land kapot gemaakt. Zij hebben hele investering gedaan naar terroristische acties in andere land. In plaats van denken aan hun eigen land. Dus eigenlijk het regime, vinden ze dat het regime is niet Iraanse regime. Ze zijn van buitenland eigenlijk gekomen om te Iran vernietigen. Daarom zeggen ze, wij willen dit regime niet meer. Wij willen islam niet meer in deze land. Nee. De overheid reageert fel, ook op de protesten. Klopt. Waarom doen ze dat? Nou, omdat zij willen gewoon mensen bang maken. Willen ze, eigenlijk, dat is het systeem hoe islam gegroeid in Iran, vroeger ook. Zij komen met een doodmaken van de mensen. Hebben ze hun bang gemaakt. Zij hebben die islam geaccepteerd en nu regeren ze. Ja. Nu op dit moment is het precies hetzelfde. Willen ze met de dood maken, harde aanval, Iraniërs tegenhouden en de proces gewoon laten verzwakken. En denkt u dat het deze keer ook weer gaat werken, deze tactiek? Ik denk niet dat die werkt deze keer. Want er zijn deze keer, het is heel duidelijk, 70% van de land die willen geen islam volgen. Zij willen niet meer dat de mensenrechten niet gehouden worden in het land. Zij willen gewoon zijn rechten bereiken. Zij hebben recht om te daar gewoon in vrijheid leven. Mm-hmm. En zullen de protesten dan doorgaan of doven ze langzaam uit? Wat is uw verwachting? Ik denk niet dat deze proces verdooft. Deze proces, omdat die komt een heel veel andere dingen bij, dit groeit. Want de eerste stap was de protest, maar nu mensen zijn helemaal met een protesten om te niet werken meer. De chauffeurs of autorijders in het hele land en leraren en docenten en de studenten die willen niet meer naar de school. Het willen ze stoppen, met, ook in universiteiten zijn heel veel gedoe. Maar zij hebben internet dichtgemaakt dat die weinig informatie naar buiten komt. Ja. En komen ze zelf met die informatie. Dat is deze keer gaat ook met zelf de andere keren gewoon dit langzaam verdoven. Dat is niet waar. Dit informatie is informatie dat propaganda van Iran willen doorgeven aan de media hier in Nederland en in heel Europa. Ja, dus dat klopt niet. Nou, u gaf even aan, hè, ze zijn zat van het islamitische regime. Betekent dat ook dat mensen zat zijn van de islam en wellicht voor het christendom kiezen? Het is niet wellicht dat ze voor het christendom kiezen, maar er zijn veel openheid. Want elke Iraniërs nu heeft de hekel aan religie. Omdat de religie heeft de land op dit situatie gebracht. Maar als zij toont dat God weer een relatie met hun, zij accepteren dat. Daarom is een heel grote kans van God wat in de Bijbel staat. En een heel grote kans dat wij hun kunnen bereiken met evangelisatie. Maar de point is, dat heeft een Daniel 6, heeft een Darius heeft geroepen. Dat in mijn land zal de God van Daniel geëerd worden. En Iraniërs moeten op dit moment denken aan dit eigenlijk geschiedenis. Ja. Waar waren wij? Ik denk alle die ellende komt omdat zij buigen voor de verkeerde God eigenlijk. Ja. Dat krijgen ze alle die ellende. Maar nu hebben ze beseft, oh, dit was totaal fout. Wij willen dit niet meer. Zij zijn op zoek naar iets anders. Wij hebben als christenen heel grote opdracht om te doen bereiken. En wat betekent dat om christen te worden in Iran? Heel moeilijk. In Iran, jij weet, jij bent zo opgevoed als islamiet. Ik ben zelf ook als moslim opgegroeid. Maar op dat moment, dat besef je, jaren in je leven heb je verkeerde God gediend. En verkeerde God opzoekt, dan is er grote eigenlijk
grote gat in je leven eigenlijk. Dit wil je gewoon nu voelen met je relatie met God. Dus dan als jij komt achter dat hoe God is, dan totaal jouw gedachte over het leven wordt totaal veranderd. Ja. Want zij hebben helemaal de afgoderij in Iran uitgevoerd. En ook de terroristische acties willen ze altijd mensen vernietigen omdat zij zijn niet eens met hun zijn. En dat is niet God. De God dat ik ken nu, dat is geeft zijn leven om te iemand die tegen hem is, gewoon redden. Ja. Maar die God willen alle zondenaar vernietigen. Dat kunnen niet zelf de God zijn. Nee. Maar daarnaast wil ik ook dat geven dat Iran op dit moment heeft de help van Europa nodig. Help van ons nodig. De help is, wij hoeven niks te doen. Wij hebben alleen moeten overal vertellen. Stop met de handelen met, en zaken doen met deze regime. Ja. Want zij hebben mensenrechten niet gehouden. Hoe komt dat dat jullie, de andere landen, heel snel, als ze mensenrechten niet houden, de contacten gestoppen en geen zaken doen. Maar met Iran gaan wij gewoon door. Ik begrijp het niet. Nee. Van Europese landen en ook in Nederland. Waarom proberen jullie na 43 jaar weer van deze regering de positieve dingen horen? Weet je, zij zijn bezig op dit moment aan te aanvallen in Erbil, in Irak. Waarom? Zij zijn op zoek naar oorlog. Zij willen nu zich bedekken met oorlog. En zeggen, ja, nu hebben wij oorlog, geen protest, gaan wij ze nu... Ze willen de aandacht aan je afleiden van de protesten. Ja. En ik wil even de hele andere landen, aan Europese, westerse landen eigenlijk waarschuwen. De volgende aanval is op Israël, als wij niet genoeg op tijd opletten. Ja. Wij moeten nu, alle Europese landen, moeten alle ambassadeurs van Iran aanvragen, wat is aan de hand? Waarom houden jullie niet mensenrechten? Nee. Ik vind zelf het beleid van Nederland en ook Europese landen, die Iraanse regime, met Iraanse regime werken, is eigenlijk een beleid van soort discriminatie, beleid van racistische beleid eigenlijk. Ja. Nou, u doet een hele duidelijke oproep naar overheden. Wat zou volgens u op dit moment dan de Nederlandse overheid dan moeten doen? Ik denk dat de Nederlandse overheid minstens kon het de zaken met Iran gewoon stoppen. Ja. Dus waarom banden met Iran verbreken. Ja, want hoeveel dat die kracht krijgen, hoeveel ze hebben kogel om te schieten naar de mensen in Iran. Elke kogel die het in de hoofd van één persoon in Iran gaat, dat komt omdat wij in Europa met Iran handelen doen. Ja. En waarom denkt u dat de Nederlandse overheid of de Europese Unie dat niet doet? Nou, dat zij proberen eigenlijk op die manier Iran in controle houden. Zij proberen eigenlijk op deze manier hun veiligheid te hebben in de Persische Golf. Want u weet, en ik weet ook, als de olietank niet naar hier toe komt, dan hebben wij een probleem. Dus op die manier alleen voor zijn eigen belangen, zij zitten gewoon door met alle die relatie en zaken en aandelen met Iran. En dat geeft kracht aan die regime om te zijn terroristische acties uit te voeren. Niet alleen in Iran, ook in andere landen. Ja. Dus en dat moeten wij stoppen. Ja, en vindt u dan dat er voldoende aandacht is voor dit probleem en voor de problemen in Iran? Nee, ik vind het zo erg dat er geen enkele media overdag spreekt over wat gebeurt eigenlijk in Iran. Wij weten dat in Nederland en andere Europese landen hebben ze voldoende journalisten die nu in Iran zijn. Zij weten elke situatie in elke stad. Ik begrijp het niet. Waarom zwegen ze? Ja. Waarom zij hebben onder druk gezet door Iran en luisteren naar die onderdrukking? Ja. En een korte laatste vraag. Is er hoop voor Iran? Zeker is hoop voor Iran. Want God heeft een belofte voor Iran. En ook God heeft gezegd, in Iran zullen mijn troon opgebouwd worden. Ja, dank voor de toelichting. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.